Mijn naam is Lore van de Instagram-pagina Louis and Victoria. Die heet zo omdat mijn kindjes zo heten, Louis en Victoria. Ik post heel veel over hen, maar ook over lifestyle en mode natuurlijk, want dat is wel mijn passie. Ik mocht meedoen van Lola Lisa aan de Blindfold Challenge en ik was mega enthousiast, want dat draait natuurlijk rond mode. En het is wel mysterieus, want ik moest geblinddoekt een item kiezen uit de winkel. Ik heb mijn zus daarvoor meegevraagd, die heeft mij gefilmd. Het was super grappig, want ik had op dat moment geblinddoekt een mevrouw haar arm vast. Ik dacht ook dat iedereen aan mij aan het kijken was en zo. Dus het was super spannend. Gaan jullie meekijken wat mijn blindfold pick is? Kom aan. Hallo, mijn naam is Lore van het Instagram-account Louis en Victoria. En ik sta hier in Blankenbergen voor de Lola en Lisa. En ik doe mee met de Blindfold Pick Challenge. Dat vind ik super spannend, want een item kiezen, geblinddoekt en dan nadien er looks mee samenstellen is ja, super spannend. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat gaan. Ja, ik ga eraan beginnen. Hè. Komen jullie mee naar binnen? Oké, we zijn in de winkel. Ik ga mijn blinddoek aandoen. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik denk dat ik vooral ga voelen. Naar de stof, omdat ik dat wel heel belangrijk vind, dat iets aangenaam aanvoelt. En ja, natuurlijk ga ik ook voelen naar het soort kledingstuk. Hè. Goed. Van. Oh ja, echt. En kaki is echt een kleur dat ik heel graag zie. Super blij. Ziezo, zoals jullie konden zien was dit mijn blindfold pick. Ik was er super blij mee. Waarom? Ten eerste, het is kaki groen. Dat combineert heel goed in de zomer en ook al naar de herfst toe. Plus, het is een lange rok. Ik draag zelf ook al heel veel lange rokken. Ik vind dat makkelijk. Dat combineert makkelijk. Je voelt je zo direct wel wat opgekleed. Maar het is toch echt wel makkelijk om overdag aan te doen. Het is heel comfortabel ook. Dus ziezo, dit was mijn blindfold pick. Voor mijn eerste look heb ik dat gecombineerd met dit topje. Ik vond dat heel tof daarop, omdat het ten eerste het is in twee laagjes. Dat camoufleert ook zo'n beetje. Dat is wel makkelijk. Zeker als mama. Ik heb ook al twee kindjes, dus af en toe is dat wel een keer handig. Het is ook zo met dat gouden bandje hieraan, dus dat is ook al een beetje opgekleed. Goed, en dan het laatste voor erop te doen is deze gilet die ik gekozen heb. Heel handig, omdat het is een gilet en je weet met ons Belgisch weer, weet je nooit, gaat het te koud zijn of te warm zijn. Dus heb je kou, doe je hem aan. Heb je te warm, doe je hem uit. En het is felgeel en dat is zo'n leuke colorpop. Dus heel erg fan van deze gilet. Gaan jullie mee naar look nummer 2? Dit is look nummer 2. Ik vind deze look meer zo om 's avonds iets te gaan eten met de hubs of een mommy date te hebben. Ik heb het eerst en vooral gecombineerd met dit glitter gouden topje. Die glittertjes geven zo wat bling bling en dat is echt leuk om een keer een glaasje te gaan drinken of als je zegt ga gaan dansen. En erboven heb ik dit leren jasje gecombineerd. Leer geeft altijd zo'n stoer effect en dat mag wel voor 's avonds. Een beetje rockertje-achtig. Als je gaat dansen, doe je het uit, ben je direct klaar om te gaan shaken. Doe je het aan of we gaan nog ergens anders naartoe. Voilà, je hebt direct warm en je bent vertrokken. Ziezo, dit was look nummer 2. Gaan jullie mee naar look nummer 3? Kom. Dit is look nummer 3. Ik vind dit een casual look. Ik zou hiermee gaan werken of de kindjes gaan ophalen aan de schoolpoort bijvoorbeeld. Het is heel comfy en makkelijk, maar toch stylish. Het topje die ik er onderaan heb, hangt hier. Een heel leuk topje, want het is een heel leuk stofje. Het voelt heel aangenaam op de huid. En er zit nog zo'n zijden biesje aan, die het zowel speciaal maakt en een beetje anders dan anders. Boven het topje heb ik gekozen voor deze lila pull. Lila is een van mijn favoriete kleurtjes op dit moment, ook heel erg in en hip. Hij is zo wat nonchalant, dat hem ook extra hip maakt, deze pull, vind ik. En last but not least, hij prikt niet, wat heel erg belangrijk is bij je wol, als je dat op je blote huid draagt. Dus ziezo. Dit waren mijn 3 looks.
Ziezo, dit was mijn styling. Het was echt super leuk om te doen. Reageer hieronder wat jouw favoriete item was. Alles is ook gelinkt in de beschrijving hieronder. En vergeet vooral niet te subscriben op het kanaal van Lola Lisa door op de rode knop hieronder te duwen. Bye bye!